Ruben Schaak een goede vlucht gehad? Jawel, zeker. Soepeltjes. Iets soepeler dan de wedstrijd van gisteravond, om maar met de deur in huis te vallen? Ja, toch wel. Hè. Je verliest met 1-0. En, het is eigenlijk niet de uitgangspositie wat we wilden, dus dat is jammer. Maar goed, het is nog niet gespeeld. 1-0 is nog een hele kleine marge, dus ze moeten nog naar ons toe komen volgende week. En dan kunnen we het rechtzetten. Ja, heb jij iets uit die wedstrijd kunnen halen waaruit je inderdaad dat vertrouwen put dat jullie het volgende week af gaan maken? Ik denk dat we een ander systeem zullen spelen, wat aanvallender, omdat je toch een doelpunt moet maken. Dus wat dat betreft moet je wel rekening houden dat het een Europese wedstrijd is. Dus dat je niet, we hebben best verdedigend gespeeld, ook weinig gecreëerd. Alleen goed, je kan in Europese wedstrijden niet de poort opengooien, want dan is de return wedstrijd een formaliteit. En dat is het nu niet, dus er zijn nog mogelijkheden, ik geloof er nog wel in. Hoe was het daar? Hoe heb je het ervaren? Was het een heksenketel? Nee, ik vond het wel meevallen. Ik vond dat we vooral de eerste helft nog wel redelijk speelden. De bal ging goed rond. Alleen, zoals ik al zei, in de eindfase konden we er niet echt doorkomen. Zij deden dat heel goed door de zijkant dubbel te bezetten, zodat we er niet langs konden. En als je dan terugkijkt, heb je eigenlijk maar één kans gehad met pellen op de paal. Met een beetje geluk gaat hij erin, maar al met al mag je blij zijn met een sterk optreden van Erwin Mulder, die je toch nog... ook maar 1-0 houdt. Is dat eigenlijk te weinig, ook één kans in 90 minuten? Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Dat moeten we vooral, de aanvallers mogen dat zich verwijten natuurlijk. En dat moet volgende week anders.